Welkom, vandaag ga ik uitleggen wat zuivere stoffen zijn en wat mengsels zijn. En ik ga een voorbeeld van een paar mengsels noemen en beschrijven. Maar eerst de zuivere stoffen. Zuivere stoffen, ik heb hier een voorbeeld van. Dit is een zuivere stof, dit is puur water. Normaal gesproken als je water uit de kraan komt, dan zitten daar nog wat mineralen en wat vitamines in. Ook in de zee, daar zit er nog zout in. In meertjes, daar zitten ook nog allemaal stofjes bij. Maar als je puur water hebt, dan wordt het ook wel demiwater genoemd. Dan zit daar maar één ding in, en dat zijn deze moleculen, watermoleculen. Dus een zuivere stof bestaat alleen uit bijvoorbeeld watermoleculen. Maar er zijn meer zuivere stoffen, bijvoorbeeld suikerklontjes. Als je inzoomt op suikerklontjes, dan bestaat die ook uit één molecuul, dat is namelijk deze. Dit is een suikermolecuul. De suiker bestaat uit één molecuul, een suikermolecuul, en is dus ook een zuivere stof. En een zuivere stof is dus een stof die waar bestaat uit één soort molecuul. Dus er mogen niet meerdere soorten moleculen zitten, er mag maar één soort molecuul in zitten. Water, suiker, zout is ook één soort molecuul. Op zich zijn er niet heel veel zuivere stoffen, vaak zijn het mengsels, maar er zijn wel een paar zuivere stoffen. Het is namelijk heel erg moeilijk, want zodra hier namelijk een beetje suiker, een beetje zout in komt, dan is het alweer geen zuivere stof. Dus het is heel makkelijk om een zuivere stof te vervuilen. Vandaar dat er niet zoveel zuivere stoffen zijn. Mengsels. Die zijn er wat meer. Ik heb hier even een voorbeeld. Dit is een blikje Red Bull. Dat is een mengsel, want als we namelijk hier gaan inzoomen, dan vinden wij daarin weer deze watermoleculen. Maar we vinden daar ook weer die suikermoleculen in. En daarnaast staat er op de Red Bull erom bekend dat er ook heel veel van dit soort moleculen in zitten. Oftewel, cafeïne. Wat je dus ziet, is een mengsel, omdat er hier meerdere moleculen in zitten. Een mengsel bestaat uit meerdere soorten moleculen. Dit kunnen er twee zijn, maar dit kunnen er wel honderden zijn. Zodra er meer dan één molecuul in zit, dan hebben we dus een mengsel. Nou, dat is het verschil tussen zuivere stoffen en mengsels. En we gaan nu even kijken naar een paar verschillende soorten mengsels. We gaan er drie behandelen. Een oplossing, een suspensie en een emulsie. We beginnen met de oplossing. Een oplossing is een mengsel waarbij een stof goed is opgelost in een vloeistof. Dus als je een vloeistof hebt, bijvoorbeeld water, en je lost daar iets in op, dan hebben we het over een oplossing. En er is een eigenschap van oplossing, is dat die altijd helder is. Dat betekent dat je er doorheen kan kijken. Hij mag dus wel een kleurtje hebben, als hij maar helder is. Een voorbeeld is bijvoorbeeld thee. Thee is een oplossing. Je hebt hier theemoleculen in zitten. Die bestaan uit verschillende smaak, geur en kleurstoffen. Maar het geheel is nog doorzichtig. Dus het is een oplossing, want ze zijn daar goed in opgelost. Limonade, bijvoorbeeld aanmaaklimonade, is ook een oplossing. Je hebt hier water, daar heb je aanmaaksiroop in gedaan. Dat heb je geroerd en dat is allemaal heel mooi netjes opgelost. Je kan er dus doorheen kijken. Maar het is dus wel een mengsel, hè, want er zitten verschillende soorten moleculen in. Hier ook. Het laatste die ik doe is zeewater. Zeewater had ik al genoemd, er zit water en zout in. Dat zout is goed opgelost, dus het is helder, je kan er doorheen kijken. En dus is het een oplossing. Nou, dan gaan we nu kijken naar een suspensie. Een suspensie is wanneer je een vaste stof niet oplost in een vloeistof. Dus stel je voor, je hebt water en je doet daar iets bij wat niet oplost, dan heb je het over een suspensie. En een suspensie herken je allereerst aan het feit dat die troebel is. En troebel betekent dat je er niet doorheen kan kijken. Het kan verschillende soorten kleuren hebben, dat maakt niet uit, als je er maar niet doorheen kan kijken. Nou, een voorbeeld is sinaasappelsap, met vruchtvlees in dit geval. Je hebt sinaasappelsap. Daar zitten verschillende soorten stoffen in, dus je hebt al gelijk een mengsel te pakken. Nou, dan moet je kijken, is het een oplossing of een suspensie? Nou, in dit geval is het een suspensie, want je kan er niet doorheen kijken. En je weet dat er vruchtvlees in zit. En vruchtvlees, dat zijn vaste stofjes. Dus een vaste stof is dat. En dat is wel belangrijk, dat het een vaste stof moet zijn. Een ander voorbeeld is slootwater, dat hebben we hier. Water met zand, en als je dat heel goed roert, dan gaat dat zand gaat daarin niet oplossen, maar dat gaat daarin bewegen. En dan kun je hier dus niet doorheen kijken. Maar als je het een tijdje laat staan, dan zul je zien dat het zo naar beneden zakt en dat het zand hier beneden komt. En nu is het niet meer een suspensie, want nu is het uit elkaar gegaan. Je hebt nu water en zand. En als je dat dan weer heel hard roert, dan krijg je dit en dit is een suspensie. Vaste stof is zand, de vloeistof is water, je kan er niet doorheen kijken en dan is het dus een suspensie. Als je die sinaasappelsap nou heel lang laat staan, dan zal ook bij de sinaasappelsap zal dat vruchtvlees dan naar beneden gaan. En dan krijg je hier zo'n drap onderin. En je kent het misschien wel, als je een fles frisdrank hebt, dat af en toe zo'n drap onderin zit. Nou, dat is dus vaste stof die naar beneden gezakt is.
En als je dan even schudt, dan is het weer prima. En als je dat niet doet, dan, nou, dan blijft het daar zitten. En dat vindt niet iedereen altijd even lekker. Nou, dat was suspensie. De laatste, emulsie. En een emulsie is wanneer je een vloeistof niet kan oplossen in een andere vloeistof. Dus het is nu niet meer een vaste stof en een vloeistof, maar het is een vloeistof en een vloeistof. Ook een emulsie is troebel, dus daar kun je ook niet doorheen kijken. Kan wel weer verschillende kleuren hebben, maar je kan er niet doorheen kijken. Nou, een bekend voorbeeld is olie. Puur olie is een zuivere stof, dus dat is geen emulsie. Maar als je daar nou water bij doet en je gaat schudden, dan krijg je dit. Ik weet niet of het goed te zien is, maar dan wordt die olie wordt een beetje witachtig en je kan er niet meer doorheen kijken. Wat hier nou gebeurd is, is dat water en die olie die mengen niet goed samen. Er komen dus hele kleine druppeltjes in. En wat je ziet is, je kan er niet doorheen kijken, het is dus troebel, maar er zit geen vaste stof in. Dus, het is een emulsie. Nou, een beter voorbeeld is ook mayonaise, is ook een emulsie. Het is een vloeistof, maar je kan er niet doorheen kijken. En mayonaise is een emulsie van ook water en olie. En er zit ook nog wat zout in opgelost. Maar dit is dus een emulsie. Bij een emulsie is het wel belangrijk dat daar nog iets bij zit. Want om een emulsie goed te laten oplossen heb je een emulgator nodig. Want wat je net zag bij die mayonaise is wel, lijkt goed opgelost te zijn. En daar zit namelijk een emulgator in. En een emulgator... die zorgt er dus voor dat het een emulsie wel goed oplost. Heet het nog steeds wel een emulsie. En ik heb daar een paar voorbeelden van. De eerste is, als je gaat afwassen, heb je zeep, of water en vet. Nou, die twee mengen niet goed samen. Dus vandaar gebruik wij zeep. En zeep is dan de emulgator. Die zorgt ervoor dat water en vet wel goed mengen. En anders, dan werkt dat niet goed. Dan kun je niet goed afwassen. En dan is zeep dus de emulgator. En bij mayonaise is er eigeel. In mayonaise zit ei. En het belangrijkste gedeelte is de eigeel. En dat is de emulgator voor de water en de olie. Want normaal gesproken mengen water en olie niet. Maar als je de eigeel bij doet, dan wel. En dit kun je ook nog eens eten. Kijk, zeep is niet zo fijn. Maar een eigeel kun je wel eten. Nou, dat zijn de drie belangrijkste mengsels. We hebben dus een oplossing, een suspensie en een emulsie. En je moet die alle drie dus goed kennen. En je moet dus ook weten wat het verschil tussen die is. Dankjewel voor het kijken.